Van een tentoonstelling in Utrecht namen de proef op de som. Bij de expositie in het Universiteitsmuseum mag u zelf bepalen wat kunst is en wat niet. Dit is kunst. En dat weer niet. Dit is geen kunst. En dat weer wel. Tja, bezoekers van de tentoonstelling kunnen erachter proberen te komen wat kunst tot kunst maakt. Hoewel veruit de meesten vooral op zoek zijn naar hun eigen tekening. Hier waren het heel erg hard. En de blaadjes hier gaan mee met een soort draaikolk. Een storm is het? Ja. Ik maak al wat meer maskers, maar ik vond het wel leuk om een soort reptiel te maken. En daar heb ik gewoon een beetje bij verzonnen. Kindertekeningen hebben hun eigen waarde, hun eigen waarde. En als je daar nou met andere ogen naar gaat kijken, niet zegt het is een kindertekening en dus stelt het niks voor, of dus het is een onbeholpen poppetje. Als je dat hele verhaal dat het kind daar wil weergeven gaat bekijken, dan moet de vraag bij je boven komen, als Picasso het doet, wat is er dan anders aan? En wij geven er geen antwoord op. De tentoonstelling laat ook de ontwikkelingen zien van kindertekeningen. Van kop met beentjes tot mooi uitgewerkte figuurtjes. En of het kunst is. Soms denk ik toch, hoe kan dat nou kunst zijn? Maar bij anderen denk ik weer zo, ja, dat is wel heel erg knap als je dat kan maken. Dus het is wel verschillend. Kinderen die maken meestal gewone dingen, zo van kras, kras, kras. En grote mensen, die doen het ook soms wel eens. Vind je het nou niet raar dat jouw mooie masker geen kunst is? Nee, want ik heb het eigenlijk, het is toch... Ik heb het niet gemaakt om kunst te zijn. Het is gewoon een beetje van mezelf.